Wanneer een handelszaak gevestigd is in een gehuurd pand, is het belangrijk om de huurzekerheid na te kijken. Dit kan je door de lopende huurovereenkomst na te lezen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de overlater schuldenvrij is. Dit kan hij bewijzen door bepaalde attesten voor te leggen. Zo is het belangrijk dat er geen schulden zijn met betrekking tot BTW, sociale zekerheid, RSZ of belastingen. Een derde tip is het opmaken van een inventaris van alle goederen die zullen worden overgenomen. Dit om later discussies te vermijden. Deze inventaris kan dan bij de overnameovereenkomst gevoegd worden. Wordt de overname gekoppeld aan een eigendomsoverdracht, dus een verkoop van een onroerend goed, dan is het zeker interessant om de datum van de eigendomsoverdracht gelijk te stellen met de datum van het overnamecontract. Kijk tenslotte zeker ook na of er nog lopende contracten verbonden zijn aan het handelsfonds. Als er immers contracten zijn met leveranciers of aankopen, dan worden deze mee overgenomen door de koper. Voor meer informatie neem gerust een kijkje op onze website www.turner.info.